Beste supporter, anderhalf seizoen op anderhalve meter of zelfs helemaal niet in het stadion. Wat wilden wij en willen wij weer graag naar de vleer toe om emoties en ervaringen met elkaar te kunnen delen. We zijn nu drie maanden onderweg en helaas zien we dat her en der in en rondom stadions de situatie weer op scherp komt te staan. Wat wij vooral van jullie gezien hebben de afgelopen periode is positieve support. Publiek, supporters, dat trots is. Op hun stad, spelers en de club. En daarvoor wil ik jullie een groot compliment maken. Wij zijn trots op jullie en zien dat jullie als één team achter de spelers blijven staan. Daar zijn we enorm blij mee. Ook ondanks het feit dat we na 13 wedstrijden niet bovenaan staan en zelfs niet bovenaan het rechte rijtje. Maar jullie zorgen ervoor dat het wel een mooi seizoen is tot op heden. Een seizoen. Dat eigenlijk een mooi begon met de komst van onze Amerikaanse investeerders. De verwachtingen waren direct hoog gespannen. En voor jullie als supporter kan het eigenlijk ook niet snel genoeg gaan. Maar we moeten ook niet vergeten waar we vandaan komen. In de halve wat ik toen al heb aangegeven, kiezen we de weg van geleidelijkheid. Uiteraard willen we een mooi voetballend, winnend FC Den Bosch in. FC Den Bosch waar wij trots op kunnen zijn. We zullen ook in de winterperiode gaan kijken wat eventuele mogelijkheden zijn. Om onze selectie al dan niet te versterken. Dat hangt van een hoop factoren af. Budget uiteraard. Wat ik net al aangaf, is een bepaalde speler beschikbaar, is hij haalbaar, wil hij ook bij FC Den Bosch spelen. Kortom, dat zal ook een hele uitdaging worden om te kijken of we de juiste spelers aan ons kunnen verbinden voor de tweede seizoenshelft. Want Ook in de tweede seizoenshelft willen we uiteraard de rol van de tekening spelen. Nogmaals, een team waar jullie trots op kunnen zijn. Voor succes op het veld is ook uiteraard een goede wisselwerking nodig tussen jullie en de spelers. Als ik kijk naar het programma in de komende periode, wacht ons vrijdag een mooie wedstrijd tegen de Graafschap, spelen we de mooie Derby op 19 november tegen Top Os en spelen we onze laatste thuiswedstrijd op 3 december tegen NAC. Wat zou het mooi zijn als we dan voor een volle flirt kunnen spelen om een zaal ons team te kunnen aanmoedigen? Volle bak tegen NAC. En in dat kader wil ik jullie oproepen om na te denken over sfeeracties. Sfeeracties die financieel door ons ondersteund zullen worden, onder de noemer Bos trakteert. Dus denk na over mooie acties die je kan helpen om die sfeerbeleving nog mooier te maken in de Vleert. De laatste thuiswedstrijd, 3 december tegen NAC, volle bak. Zorg ervoor dat buren, familie, vrienden, kennissen ook daarbij in wezen kunnen zijn. Werden dat ons dat gaat lukken.